is De Bron Podcast. Ja, de podcast van Roy. Luister hé. Ja, Jeroen, daar zijn we weer. De Bron Podcast is weer live. En als ik hier zo naar buiten kijk, de mensen weten natuurlijk nog niet waar wij zitten, maar het lijkt wel of we bij een Roy een turbomol hebben. Ja, inderdaad. Ik zie alleen maar gaten overal. En de raadbank is weg. De raadbank is weg. Ja, die, ik denk dat hij nog wel op meer plaatsen gaat vertrekken, want... Nou, ik las inderdaad, de gemeente die heeft het idee om het de andere Rabobankpand te kopen. Dus dat was dan weer vanmorgen in het nieuws. Maar we zijn niet op het laatste nieuws te bespreken, volgens mij, toch? Nee. We zitten bij het Dommeltje. Midden op de markt. Maar de markt ligt helemaal overhoop. En op een woensdag, hè? Dat is een keer wat anders. Ik had echt een vrijdag gevoel toen ik vanmorgen opstond. Want ik keek in mijn agenda en ik mocht met jou vandaag weer de podcast opnemen. Ja. En dat doen we normaal op vrijdag. Maar omdat ik vrijdag er niet ben, was ik goed getimed weer. Ja, ik vind het wel mooi, Jeroen, dat jij tussen jouw reisjes door tijd maakt voor De Bron podcast. Hij is precies. Net terug van een hele mooie reis. En ik had vooral een zaterdag gevoel. Want we hadden gisteren de dienstenveiling van de ondernemend Sint-Oederode. Ja. Daar werd van alles geveild voor het 25-jarig bestaan van de ondernemersclub. En ja, dat ging natuurlijk gepaard. Het ging goed door, tot laat, denk ik. Nou ja, ik ging om 1 uur naar huis en heb ik de buurman onder mijn arm meegenomen naar huis. En was een heel leuke avond. Werd door Twan van der Linden ontzettend leuke veilingmeester gespeeld. En was een mooie vruchtbare avond. En hoeveel items kocht je na 12 uur met de nodige nodige bier op? Hij had een hele slimme tactiek, want Twan die zei... Dik kavel gaat heel even in de koelkast. Daar komen we dadelijk wel op terug. En dan waren we een paar rondjes drank verder. Ja, en dan kwam hij nog een keer. Dat is wel slim, ja. Maar we hebben een mooi bedrag opgehaald, begreep ik. Dus binnenkort kunnen ze een goed feest gaan vieren. Ja, 10.000 euro is toch een mooi bedrag waar je een leuk feest voor kan geven. Dat gaat plaatsvinden in het Damianenklooster in juni. Ja. En dat is bij mij in de voortuin. Dus dat vind ik wel mooi om eruit te kijken. Dat is ook om makkelijk thuis te komen weer. We blikken ook nog altijd even terug op de afgelopen podcast. Inmiddels is het café aardig volgestroomd. Ja. Dat is wel hartstikke leuk. Dus wat dat betreft... Geweldig, groot applaus voor iedereen die hier is. Ja, heel fijn. Vinden we leuk. Ja, en het is eigenlijk al heel treffend. Ik hoor iets in de zaal, een vraag. Oh. Ja, er zit geen microfoon voor in de zaal. Dus dat is wel lastig. Maar ja, misschien is voor de volgende keer. Maar het is ook mooi dat we hier zitten eigenlijk, want Wijnald ook 12,5 jaar het café heeft. En die aan de zijkant hier een mooie overkapping heeft geplaatst, hoorde ik net. Nooit gedwongen. Ja, ik zag dat de voetstukken stonden op waar eerst bomen stonden. Dus wat dat betreft heeft hij wel snel gehandeld, volgens mij. Ja, zeker. En de vorige keer hadden we ook een mooie opname bij de Helden van Kien. Ja. Met Floor en met Jorren. Ja. Hoe kijk je daarop terug nog? Heel mooi, want hij was bezig met sustainable kleding. Hij komt bij ons ook op de koffie. Zakelijk gezien om te kijken van kunnen we daar nog toegevoegde waarde leveren. Dat is sowieso leuk. Okay. En we hebben een klant uit Nuenen die heel erg bezig is met veiligheid rondom stagebouw. Ja, en die kende Floor als geen ander. Dat was heel treffend en mooi om te zien. Zij komt oorspronkelijk ook uit Holland. Ja, heel leuk om te zien die bevlogenheid bij haar en... hartstikke mooie podcast volgens mij. Ja, ze heeft gehad, want Paaswap is echt perfect verlopen op die eerste avond na. Maar verder was het echt qua decor, ik kan het niet beter volgens mij, wat ik aan kritieken hoor. Ja, positieve kritieken. Nou ja, ook en wat mensen ook aangaven, bij de munten ging het goed, bij de toiletten ging het goed, bij de entree ging het goed. Dat maakt wel zo'n festival natuurlijk tot een geweldige ervaring. En, mooi dat er zoveel Rooienaren bij betrokken zijn. Ja, zeker. Want volgens mij, we kunnen er daar misschien nog even kort over hebben. Maar volgens mij zijn onze gasten misschien ook al een Paaspop geweest. Daar zijn ze wel zo te vinden volgens mij. Maar ja, ik was er zelf ook niet de jaren om. Ik moet ook schuldig blijven. Maar ja, ik zei het net al. We gaan het zo horen, denk ik. Ik zei het net al. Een jaartje geleden was ik op Omroep Brabant. En toen vertelde ik dat we een sollicitant hadden uit Schijndel. En die was dus niet op Paaspop geweest. En die hebben wij dus niet aangenomen. En dit jaar ben ik er zelf niet geweest. Nee, dus dan zie je maar hoe snel dat leven kan gaan. Precies. Het is gewoon timing ook. Maar we zullen snel overgaan naar onze gasten. Want die zijn natuurlijk niet voor niks naar het Dommeltje gekomen. En zoals een van onze gasten, Dan Jing, die belde me gisteren op. En die zei, is het nog steeds hetzelfde? Is het nog steeds de Dommel waar die zat? Dan Jing. Als jij, ik vind die opmerking zich wel terecht. Als je hier naar de buurman kijkt, bij de buren nog pinnen, dan moet je toch zeggen van nou. Dat kan niet meer. Dat gaat niet meer. Maar Dan Jing, vertel wie je bent en wat je doet. Ja, dankjewel.
Mijn naam is Dan Jing. Ik kom oorspronkelijk uit Sint-Oederode. Ik ben biomedisch technoloog, een onderzoeker. Maar daarnaast ook ondernemer. Ik heb een modelabel met een vriendin, een tassenbedrijf. Maar daarnaast ben ik ook, heb ik recentelijk ook een eigen start-up opgericht samen met de Technische Universiteit. Om borstkankerpatiënten te helpen gezond borstweefsel uit te laten groeien. Nou ja, geweldig. Ja. Ja, ik dus, wij noemden jou al duizendpoot eigenlijk, ja. Hè, in de aankondiging. Ik denk dat het niet gek is dat we dat zo noemen. Ben je ook altijd een duizendpoot geweest? Ja, ik denk het wel. Omdat ik... ik kreeg eigenlijk altijd als feedback... Je moet focus hebben. Je hebt geen focus. Okay. Dus tegenovergestelde, maar ik denk dat ze indirect dit bedoelde. Dus vond het heel moeilijk om mezelf altijd op één ding te focussen. Altijd met meerdere verschillende dingen verschillende sporten uitproberen. Verschillende dingen tegelijk doen. En Roy, het sporten, bijvoorbeeld hockey, tennis, voetbal? Tennis niet. Hier ik gedaan? Heb altijd gedanst. En dan verschillende dansstijlen dan ook. Ja. Gehockeyd met mijn vriendinnen hier. Hey. ja, we hebben een vriendenteam begonnen en toen gaan hockeyen, gevolleybald, boksen, ja, van alles. Leuk. En waar in Rooi ben je opgegroeid? mijn ouders die hadden vroeger de ketel, snackbar de ketel, tegenover gemeentehuis. Ja. Zodoende ben ik in Rooi beland, toen ik geloof ik 10 was of zo. En toen kwam ik naar Sint-Oederode en dan vergeet ik nooit meer mijn eerste schooldag op schoolpleintje. School toen gingen ze in een cirkel om mij heen staan. Oh, echt, ja? Op Domrode. Ja, omdat ik en mijn broertje enige Aziatische kindjes waren op de hele school. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er iets wel blijft hangen natuurlijk. Als je, en vooral op zijn eerste dag als kind natuurlijk. Ja, en ik kwam uit Eindhoven dan. En dan als je daar in de klas zit, ja, dan... allerlei types, mensen, kinderen. Ja. Dus ja, het is niet bijzonder of zo. Maar hier merkte ik wel dat het wel bijzonder was. Ja. Ja. En daar is het mee vooral begonnen. Vooral toen, denk ik dan. Want hoe lang hebben zij de zaak daar gehad? 6-7 jaar of zo. Oh, ja. Dus op een gegeven moment was het wel grappig. Dus mijn vader was best wel bekend hier in het dorp. Omdat iedereen daar friet ging halen. Ja, precies. En toen kwam ik later, toen ik eindelijk op stap mocht in het dorp, en was allemaal, oh, je bent de dochter van Woe. Dacht ik, hoezo dochter van? Ik heb ook gewoon een naam. Ik ben gewoon Woe. Ja, maar hij had zijn naam wel gevestigd, dus... ja, super. Daar komen we daar misschien nog wel een beetje op terug, maar ook vooral over wat je allemaal doet, hè? Want tegenover jou zit ook een duizendpoot. Ja. Stel je maar eens voor aan de luisteraars. Ja, mijn naam is Shai Ramsay en ik woon sinds 4 jaar in Sint-Oederode. Ik heb wel eigenlijk al heel mijn jeugd eigenlijk bij Rode gevoetbald, want ik woonde zelf in Eerde destijds. Ondernemer. Ik heb een aantal eigen ondernemingen en daarnaast ben ik CEO van Royal Queen Seeds. Daar heeft mijn vader Boy een paar afleveringen terug ook al meer over verteld in ieder geval. En ik vind het leuk om hier aanwezig te zijn met mijn medegast hier. En ik ben vereerd dat jullie mij hebben uitgenodigd hier. Nou ja, het was natuurlijk de uitzending met jouw pa, die is nogal veel geluisterd. Ze denken, we moeten nog een Ramsay hebben. Ja, zeker. Nou ja, wat wel leuk was, is dat jouw vader vooraf zei van... ik ga in ieder geval ik laat me niks ontfutselen. Daar waarschuwde je ons eigenlijk voor. Ja, en uiteindelijk precies. Werd daar de grootste kop in de krant. Want liet hij even ontvallen dat er toch wel een sterrenrestaurant op de markt ging komen. Ja. En daar wilden mensen wel meer van weten. Dus ja, dat wel spijt van, volgens mij. Uiteindelijk vond hij het ook helemaal prima. En volgens mij helpt het ook alleen. Maar in de publiciteit is alleen maar mooi om daar ook wie weet overkomt Shai straks ook hetzelfde. Hè? Belt je ons morgen op om te zeggen van kan het misschien voor de eerste keer in jullie uitzending geknipt worden, maar ik ga mijn best doen om niks prijs te geven, maar volgens mij heb jij ook een druk bestaan. Je vertelde net al van recentelijk in Bangkok geweest, net terug uit Spanje, paaspop nog even meegepakt. Klopt, ja. Ik probeer lekker te genieten ook naast het drukke leven en drukke werk bestaan. En ook op Paasop geweest inderdaad, ja. En daar kwam ik net achter dat we elkaar ook van het weekend gezien hebben. Maar daar moest je wel even aan herinnerd worden. Ja. Maar was leuk. Dus, ja, want jij zegt van, ik ben ondernemer. En wat voor ondernemer ben jij? En wat voor bedrijf? Je zei net al Royal Queen Seeds. Hè? Ja. Heel veel mensen kennen dat ook wel. Maar kun je dat eens wat verder uitleggen? Ja, zeker. Ja. Ja, toen ik eigenlijk van school afkwam...
ben ik eigenlijk meteen gaan werken bij mijn vader. Maar mijn vader zei van, ja, ik vind het eigenlijk toch wel fijner dat je eerst even ergens anders een beetje ervaring op doet. En dus daarom heb ik eigenlijk liever wel dat je een jaar ergens anders gaat werken. Dus toen ben ik eigenlijk bij een printersbedrijf gaan werken als verkoper. Dan kwam ik eigenlijk binnen en toen zei ze van, ja, hier heb je een telefoonboek. Postcode 5000 tot en met 6000 is voor jou. En probeer maar kopieerpapier te verkopen. Dus dat was best wel een goede leerschool voor mij. Dus dat heb ik eigenlijk een jaar met heel veel plezier gedaan. En toen ging op een gegeven moment mijn afdeling ging weg. En toen ben ik weer terug bij mijn vader in bedrijf gekomen. Gewoon onderaan de ladder eigenlijk begonnen als op de customer support. Dus mailtjes beantwoorden van mensen die vragen hadden op de webshop. Mm-hmm. Daarna eigenlijk doorgegroeid naar sales vertegenwoordiger. Dus toen ging ik gewoon bij winkels langs, probeerde ik onze producten te verkopen. En dat ging eigenlijk heel erg goed, heel erg leuk. We waren toen genoodzaakt om op een gegeven moment te verhuizen naar Spanje toe. Omdat er was een wetwijziging in Nederland dat eigenlijk alles wat met cannabis te maken had, met het kweken van cannabis, werd illegaal. Mm-hmm. Dus toen ben ik anderhalf jaar naar Spanje verhuisd, naar Barcelona. Heb ik daar eigenlijk een bedrijf mee opgezet en mensen aangenomen. Was echt een super mooie tijd, maar ik had ook verkering hier in Nederland. En die zei op een gegeven moment ook van, ja, hallo, kom maar eens een keer terug naar Nederland. Ja, toe, weet kom je wel. Eens hierheen. Dus toen ben ik terug naar Nederland verhuisd. En toen merkte ik toch wel dat ik het verkopen van zaden een beetje eenzijdig vond. Ik kon mijn eieren niet helemaal meer in kwijt. Ben ik een keer in het gesprek gegaan met mijn vader toen van, wat zijn mijn doorgroeimogelijkheden? Ben je een keer van plan om te stoppen met werken? Mm-hmm. Of hoe zit dat precies? Toen zei hij van, ja, ik ben nog jong en ik heb nog heel veel ambitie. En ik wil gewoon nog lekker doorknallen de komende 20 jaar. Dus toen zei ik tegen mijn vader, ik zei van, ja, dat snap ik. Maar ja, ik wil mezelf wel ontwikkelen. En ik heb eigenlijk altijd al de droom gehad om om voor mezelf te beginnen. Dus ja, dan neem ik eigenlijk toch ontslag. Dus hij lachte me een beetje uit van, je hebt een goede baan, je goed salaris. Wat ga je dan doen? Ik zei van, ja, ik ga een groothandel opstarten in smartshop artikelen. Ja. Hij zegt van, ja, er is helemaal geen handel in dit en dat, blijft ik gewoon hier werken. Kunnen we nog over praten? En ik zei, nou, weet je wat, nou begin ik zeker voor mezelf. Als jij zegt dat het me niet lukt. Ja, maar wil hij toch een beetje jou onder zijn hoede houden dan of zo? Of ja, waar komt dat vandaan? Hij had best wel een goede functie op dat moment toen ik vertrok. Want ik stuurde toen het sales team aan. Ik was een beetje het gezicht van het merk. En we wou gewoon heel graag dat ik eigenlijk dat ik toen bleef. Maar ja, toch heb ik die stap gezet om voor mezelf te beginnen. En dat was best wel een flinke stap. Want ja, je gaat eigenlijk van best wel financiële zekerheid, ga je dan toch in één keer voor jezelf beginnen. En dan hoe oud was jij toen? Toen was ik 22. Zo. Dus ik net een huisje gekocht. Jong, ja. En toen zei hij, mijn vader zei ik van, hoeveel geld heb je nodig? Kan ik je wel lenen? Toen zei ik van, ik wil het gewoon echt helemaal zelf doen. Ik heb toen 15 of 20.000 euro had ik toen gespaard in die tijd. En ik wil gewoon zelf me bewijzen, weet je wel. Dus ik... Dus toen ben ik eigenlijk zo begonnen en in mijn eentje eigenlijk. En ik ging gewoon winkeltjes rondrijden en met mijn productjes mee onder de arm. En bij winkel binnen om te proberen te verkopen. En s'avonds deed ik dan orders inpakken en s'ochtends deed ik mailtjes beantwoorden. Ja, ja, ja. En is dat wel goed gegaan. Want uiteindelijk heb ik het bedrijf 3 jaar daarna verkocht aan een Canadese partij. Mm-hmm. En daarna had ik nog wat andere bedrijfjes daarnaast opgezet. Een bedrijf in edibles met CBD. Mm. Een sportmerk ben ik toen begonnen. We hebben toen appartementjes gekocht die we deden verhuren. Ja. En eigenlijk van alles. Maar daarna kwam mijn vader wel weer een keer terug van, hey Sjaai, is het niet een keer tijd om een keer terug te komen bij het bedrijf, weet je wel? Want we zoeken nog iemand die echt het gezicht is. Er zijn heel veel leuke dingen gaande. In Thailand gaat dadelijk gelegaliseerd worden. Ja. We willen naar Amerika toe. Kansen genoeg. Kansen genoeg, ja. Dus toen heb ik eigenlijk die kans met twee handen aangepakt. En sindsdien ben ik eigenlijk terug bij Royal Queen Seeds. En worden mijn eigen bedrijven gemanaged door Jay. De jongen die hier achter toevallig zit. Die is ook hier te gast. Welkom. En daar ben ik heel blij mee. Dat gaat goed. En dat kan ik goed loslaten. Dus heb ik gewoon volle focus op Royal Queen Seeds. Nou ja. Mooi man. Ja, ik vind het mooi hoe dat je het zo in een notendop vertelt. Maar het is veel moeilijker dan dat je het zo makkelijk vertelt. Zeggen. Want, ja, natuurlijk. Ja. Vooral als je voor jezelf begint. Vallen en opstaan. Ja, vooral op het begin. Want als je maar met 15.000 of 20.000 euro voor jezelf begint, dat is niet heel veel. Nee. Dus ik kan me nog goed herinneren toen ik 3 maanden voor mezelf was begonnen. Toen zei mijn vriendin van,
ik ben jarig zo gaan uit eten. Ik zeg van, ja, ik heb nog maar 300 euro op mijn bank. Er zijn maar klanten die wel laat betalen, weet je wel. Dus ja, dat zit er even niet in. Dus er waren even moeilijke tijden, maar uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Ja. En, maar het ondernemen, is het al iets wat je in je bloed zit, denk je? Of is het toch wel iets wat je ook door de jaren heen ontwikkeld hebt? Ja, dat begon eigenlijk al vroeger eigenlijk al, toen ik op school zat. Toen zat ik altijd al te handelen in energy blikjes van de Aldi, Golden Power. en ik deed wel een beetje vuurwerk verkopen vanuit mijn kluisje en alcohol. En mijn zus kocht dan de alcohol in. Hoe lang heb je op school gezeten? Op Zwijzen, Fioretti. Ja. Overal heel even. Ja. Dus toen deed ik al een beetje handelen en zo. Maar ik wou eigenlijk altijd wel ondernemer worden. En daar ben ik heel blij, omdat ik daar ook geworden ben. Want dat vind ik ook het mooiste wat er is. Ja. Want met ondernemen, ja, als je succes haalt, dan voelt het alsof je ooit een beetje onoverwinnelijk bent. Dat 100%. Je gewoon, dat je alles aan kan, maar als het ooit weer slecht gaat, dan kun je ook weer heel onzeker zijn. Weet je? Of, dat je denkt van, nou, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg ergens in? Dus dat vind ik het mooie van ondernemen. Dat je, ja, oké. Okay. Ja, had je dat ook van je vader meegekregen? Of dat je dat zag en dat je dat ook wilde op die manier? Of is het... Ja, zeker. Ja. Hij is een supergoeie leermeester geweest altijd. Wel een harde leermeester, want natuurlijk als je een vader-zoon relatie hebt, dan zeg je veel meer tegen elkaar dan... dan een derde persoon, zal ik maar zeggen. Ja. Maar daarvan heb ik al heel veel geleerd, uiteraard. Ja. Dus, wat doe jij anders dan hem? En hij misschien wel anders dan jij? Ja, ik denk mijn vader is iets impulsiever en iets chaotischer. Die kan met een split second kan die iets bepalen. En die doet het dan ook, zal ik maar zeggen. En heel vaak pakt het goed uit. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Ja, ik denk er wel vaker... iets vaker over na. iets berekenen. Ja, iets berekenen voordat ik een beslissing maak in ieder geval. Dus Oké. Okay, nou ja, dat is ook wel mooi wat je zegt. Ik denk ook in het ondernemerschap is het zo, als je inderdaad succes hebt, dan kijkt iedereen naar je van, wow, geweldig. Maar het is ook zo, als het niet lukt, dan is dat ook een bevestiging voor jezelf. Jij hebt nu de keuzes gemaakt, jij bent verantwoordelijk voor jouw toko. En als dat dan niet lukt, om welke reden dan ook, jij bent degene die de keuzes maakt. En die waardering voel je als het heel goed gaat. En die spanning voel je als het minder gaat. Ja, precies. En dan Jing, want bij jou zit het ook in het bloed, denk ik. Of heb je het op een andere manier ontwikkeld? Ja, ondernemen? Jawel. Ik denk ook wel een beetje door mijn ouders, die zelf ook ondernemers zijn. Maar ik hoorde laatst van mijn vader, dat wist ik zelf niet meer zo goed, dat ik vroeger, toen ik wat jonger was, zelf zakgeld kreeg. Toen heb ik kraaltjes gekocht en heb ik ook kettingjes gereikt en dat aan buurmeisjes verkocht. Nice! Voor flink hun eigen zakgeld. Dat kreeg ik flink op mijn kop van mijn ouders. Maar dat herken ik ook op je zolderkamer als tiener. Wat dingetjes inkopen, verkopen. En destijds bestond AliExpress nog niet, dus dat was helemaal leuk. Ja. Dat soort dingen. En ik wilde ook altijd wel iets met onderneming doen, maar... ik wilde ook iets medisch gaan doen. Ja, dat is... Dus daar heb ik voor gekozen. En ik dacht, ja, ondernemer kan ik dan misschien altijd nog worden. Ja. Dat kan wel. En ik ga wel echt een vak daarin leren. En wie weet kan ik beide richtingen op. En nu komen ze mooi bij elkaar. Dus, Waar heb jij die studie? Welke studie heb je gedaan en waar heb je dat gedaan? Hier in Eindhoven. Of hier. Ja. In Eindhoven. Technische Universiteit Eindhoven. Ik heb een studie biomedische technologie gedaan. En daar kijken we echt naar een mens als een... kun je het vergelijken als een auto. Dus als het ouder wordt, dan ga je stuk. Of door ongeluk of wat dan ook. En als een lichaam, als een mens dus eigenlijk stuk gaat... zoeken we naar allerlei oplossingen om dat te maken. Al is dat medicijnen ontwikkelen. In ons geval kijken we naar regeneratie. Dus hoe groeit een lichaam weer... gezond terug. Ja. MRI-apparaten maken, software ontwikkelen voor MRI-apparaten, allerlei dingen. Dus heel breed is die studie. En in mijn master ben ik echt gaan specialiseren. En zit ik in de regeneratie van het menselijk lichaam. Supermooie tak van sport. Ja, want hoe kom je daarbij uit, uiteindelijk? Is dat wat je dan... op je 15e al wil, op je 20e, of hoe gaat zoiets? Nee, ik wist helemaal niet wat ik wilde. Ik vond middelbare school ook niet meer zo leuk. 6 jaar duurde te lang. Waar deed je dat? Elden, in Schijnel, de buren hier. Ja. Maar het duurde voor mij ook te lang. En dus deed ik ook niet super goed. Dus, maar later op de universiteit kreeg ik abstracte vakken. En dat vond ik super leuk. Maar ik heb wel verkeerde studie eerst gekozen. Dus ik heb eerst technische bedrijfskunde gedaan. Nou, ik dacht, ondernemen. Ja. Maar ik vond de vakken ook niet zo heel leuk. Het was echt zo theoretisch. Beetje taai.
En toen ben ik naar biomedische technologie gedaan, menselijk lichaam. Dus echt berekenen, wat is een botbelasting? Stel, een mens krijgt een implantaat, een prothese. Ja. Hoeveel belasting komt daarop? Hoe bereken je dat? Een bloedvat dat verstopt zit. Hoe hard gaat zo'n bloed vloeien? Al dat soort berekeningen. Ja, dat vond ik super gaaf. Het werd ook heel tastbaar. Hoe ga ik een patiënt helpen? Hoe ga ik daar een oplossing voor vinden? En tijdens mijn bachelor, toen werd mijn oma ziek. Die kreeg daarvoor eigenlijk al eerder. Werd mijn oma ziek en ze werd maar ook niet beter aan de dialyse. En toen werkte de professor waar ik later bij in de groep kwam, die werkte aan het maken van een bio-kunstnier eigenlijk. En zodoende ben ik in dat project gerold en ben ik eigenlijk bij haar blijven plakken en promotieonderzoek gaan doen. Ja. Oké, mooi dat op die manier zoiets dan ook alweer ontstaat. Hè? Dat je dan je kennis daaraan kunt geven. Ja. 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 Ja, het is ook wel iets, moet ik het zeggen. Het is wel mooi dat je iets vindt ook waar je dan helemaal jezelf in kunt verliezen. Ja. Weet je nog dat er een moment was dat je dacht van dit is het? Of niet? Of is dat terloops gegaan? Nee, want als je altijd terugkijkt, hè, dat is heel makkelijk. Ik denk dat je het misschien ook herkent. Als je zo je pad terugkijkt, dan denk je, oh ja, zo moet het zijn. Maar als je eenmaal in zit, ja, als ik heel eerlijk ben, vorig jaar dacht ik nog steeds, ja, wat word ik later als ik oud ben? Ja, precies. Ja, en dat is nu ook, hè, met ondernemerschap. Dat is heel onzeker, risicovol. Kan morgen omvallen, maar kan ook een groot succes worden. Wat nou als het omvalt? Wat ga ik dan doen? Wat nou als het een succes wordt? Wat ga ik dan doen? Ja, geen idee. Maar denk ook na over die scenario's? Of is dat gewoon... Ja, beetje. Maar ja, je bent ook een beetje op dit moment hiermee bezig. En, lukt het niet echt om vooruit te kijken dan? Nou, het lukt wel. Maar het heeft ook niet per se zin, zeg maar, om 10 jaar vooruit te kijken. Er moeten dingen nu gebeuren en volgende week. En vooral wat jullie doen, bedoel je dan? Ja. Of wat doen jullie precies als onderneming? In over het algemeen. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Nou ja, sowieso ook met mijn eerste onderneming met een vriendin een modelabel opgezet. Ja, we begonnen en we dachten, ja, waar de hel beginnen we? We hadden een logo en een naam bedacht en een webshop opgezet. En dat is wel best een goed begin. Ja, en het heeft me een jaar gekost om eigenlijk alles te ontwerpen, juiste productieteam te vinden. Productielijnen in Azië en Europa opzetten. En dan? We hebben allebei geen mode gestudeerd. We zijn geen salesman. We konden eigenlijk niet zoveel, dachten we. Ja, en zo met vallen en opstaan, een beetje aanmodder, rollen. Toen zijn we eigenlijk in contact gekomen met Hearst. Dat is overkoepelende van heel veel magazines. En zo zijn we met heel veel fashion magazines samen gaan werken. Al eerst kwam trouwens Linda Meijden naar ons toe met een grote afname, samenwerking. Zo is het balletje gaan rollen. En je weet gewoon niet wat er morgen op je pad komt. En dat zorgt voor de sneeuwbaleffect. Ja. En ik denk dat dat ook een stukje is. Dat ik ook ondernemers tegenkom als in elkaar helpen, elkaar supporten. Mooi. En zo je volgende connectie bijvoorbeeld krijgen. En, hoeveel tijd ben je daaraan kwijt? Je hebt in principe dus twee takken van sport eigenlijk. Ja. Is dat evenveel tijd aan ieder? En hoeveel tijd? Twee takken. Ja, eigenlijk doe ik of meer. Ook nog onderzoek en de start-up. Ja, vier. Ja, als je het dan indeelt. Dus. Ja, want dan... Wetenschapscommunicatie. Dus ik spreek ook heel veel over wetenschap om jongeren te stimuleren. Om meer deze kant op te gaan. Maar ook een beetje inzicht te creëren in wat houdt nou onderzoek in. En tijd, geen idee. Gewoon doen wat er op je agenda staat. Precies. En gewoon inplannen, goed plannen en gewoon doen, ja. De laatste maanden, of misschien wel het laatste jaar, en denk ook wel natuurlijk al eerder, maar dat is het opvallender geweest, ben je veel in de media verschenen. Laatst dus in Trouw, hè, dus bij was er een... FD. Een FD, sorry. Ja. Bij NPO 1 op de radio ben je geweest. Op de VPRO volgens mij bij een uitzending met een lezing. Ja. Hoe is dat om te doen? Vind je dat, gaat het je dat makkelijk af? Vind je dat toch wel spannend? Ja, ondertussen... Zit hier heel relaxed. Ja. Oh ja. Jawel, maar NPO Radio 1 is misschien iets anders. Nee, maar dus. Tegenwoordig wel. Maar toen ik net begon, vond ik het heel spannend. Ja, tuurlijk. Ik kon me nog herinneren dat ik mijn eerste radio-interview was al 4 jaar terug. Bij NPO Radio 2. Toen reed ik Hilversum Mediaterrein op. Toen stond ik een beetje shaken. Oeh.
ga een interview doen. Wat gaan zij vragen? Wat ga ik zeggen? Maar uiteindelijk heb ik ook wel wat mediatrainingen op verschillende plekken. Ook met de Bali in Amsterdam. Een aantal andere grote trainers. Die gaven ook trainingen. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je bijvoorbeeld de gesprekken aan? Op welke manier stuur je gesprek? En meer handvaten gekregen. En ook echt gewoon doen. Ja, maar dat is wel ook wel mooi, hè? Dat je, als je van jezelf weet waar je minder goed in bent en je verzamelt dan mensen om je heen die je daar beter maken. Ik vond het echt vreselijk. Kun je daar mooi in ontwikkelen. Ja, maar dat is natuurlijk ook, want dan moet je ergens, je moet je heel kwetsbaar opstellen. Maar je hebt het wel nodig om verder te komen. Ja. Nou, mooi dat je er op die manier... Zo zag ik laatst een hele mooie foto van Shai, dat hij in Thailand met het landelijke pers voor zijn neus stond. Ik weet niet of je daar nog een training voor kunt volgen, voor die chaotische tafereelen. Maar... Nee, dat was echt heel chaotisch. Ja, dat was bij de opening inderdaad van onze winkel in Thailand. Toen cannabis werd gelegaliseerd op 9 juni afgelopen 2022. En we hadden een goede vriend zitten in Thailand. Lex heet hij. En zijn vrouw die is advocaat daar. Ja. En die hadden toen gebeld van, staan jullie open voor een mooi avontuur? Want cannabis is gelegaliseerd. Wij zitten in de zaadjes. Zullen we samen een mooie samenwerking beginnen? En een grote winkel openen in Thailand? En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En toen hebben wij binnen 6 weken hebben eigenlijk de grootste cannabiswinkel van Thailand geopend. Ook als eerste bedrijf van Europa. Dus, 5 verdiepingen toch? Ja, 5 verdiepingen. Dus het is eigenlijk zo, op de eerste verdiepingen kunnen mensen dan hun zaadjes kopen en hun wietje. En op de tweede verdieping is er een restaurant en een smokerruimte waar mensen een jointje kunnen roken. Dankjewel. En op de derde en vierde verdieping doen we zelf onze cannabis kweken. Okay. Dus, en dan heb je daar ook glazen wanden in zitten. Dus mensen kunnen echt in een wietveld staan. Dus het is een echte experience center eigenlijk. Dus mensen kunnen zelf zien waar een wietje gekweekt wordt die ze beneden kopen eigenlijk. Dus het is wel een hele unieke locatie. Dus toen wij daar 30 juli de opening hadden. Ja, kwam er zoveel landelijke pers op af. Er stonden 1000 bezoekers buiten en in de winkel. En dat was echt heel erg bizar. Ik wist ook niet waar me overkwam, weet je wel. We hadden wel verwacht dat het ontzettend druk zou worden, maar niet dat het zo chaotisch zou zijn. Dus erg geslaagde opening gehad. En dat was voor ons als bedrijf zijn, dat was het wel een hele goede zet om daar... Mooi spin-off. Ja. Om daar in ieder geval te beginnen. Want we kregen daar, iedereen had het erover. Zowel in Amerika als in Europa als in Thailand zelf. Dus heeft dus heel veel goeds gedaan. Ja, het is baanbrekend eigenlijk, hè, wat jullie gemaakt hebben. Versnelt het dan nog in andere landen een bepaald proces? Misschien zelfs wel in Nederland. Want wat dat betreft liggen we steeds verder achter, heb ik het idee. Ja, we zijn wel bezig in Zuid-Afrika om daar een heel mooi project op te starten. Samen met de overheid daar. En daar gebruiken we onze onderneming in Thailand ook om te laten zien wat we eigenlijk van plan zijn. Dat we eigenlijk zo'n soortzelfde experience center in Zuid-Afrika willen openen. Dus we kunnen dit project zeker gebruiken, ook naar andere werelddelen, om te laten zien wat we doen. Dat we mensen ook wat educatie kunnen toebrengen. Hoe het kweken gaat, waar je het allemaal voor kan gebruiken. En vooral voor Zuid-Afrika heb je heel veel arme boeren natuurlijk. Als die zelf ook cannabis kunnen kweken en die kunnen daar ook verschillende producten mee maken. Of die kunnen de cannabis terugverkopen aan ons, de wijd verkopen. Dan komt het alleen maar ten goede van de arme boer eigenlijk uit Zuid-Afrika. Dus dat is een van de projecten waar we nou heel erg druk mee bezig zijn eigenlijk. Ja, maar die legalisatie eigenlijk van die cannabis is natuurlijk wel een hot topic in veel landen. Ja. Hoe ontwikkelt zich dat? Zijn we laatst in Amerika hebben we laatst ons bedrijf opgestart daar. Want daar is eigenlijk cannabis ook gelegaliseerd. En als je ziet hoe het daar allemaal geregeld is, dan kan eigenlijk Europa wel... Juist goed geregeld? Of? Ja, op zich. Aan de ene kant is het goed geregeld, want je hebt er hele mooie dispensaries. Eigenlijk, je kan het vergelijken met de coffeeshop hier. Je hebt daar gewoon echt gewoon grote kwekerijen. Dus mensen kunnen het ook allemaal legaal inkopen. Mm-hmm. Dus dat is ook beter, want hier in Nederland, B2. Als je een coffeeshop hebt, dan kun je het nergens inkopen. Dan heb je het altijd met de achterdeur te maken. Dus daar is het allemaal goed geregeld. In Amerika is het zo dat je dan... Je kosten zijn niet aftrekbaar. Dus dat is best wel krom eigenlijk. Mm. Dus, maar ik denk dat dadelijk ook wel een legalisatie hier in Europa
gaat gebeuren. Want ja, Duitsland heeft het er al over. En ik denk als Duitsland gaat legaliseren, dan volgt de rest ook wel. Ja, want hier gaat het nu echt met hort en stoot van die testgemeentes. Hè? Ja. Dan haken er toch altijd weer een paar af. Het komt ook niet echt van de grond, want ze hebben het er eigenlijk al jaren over. Ja, ze zeggen nou dat het nog een jaar gaat duren in ieder geval. Ja, dus, maar dat ze zeggen ze ook al de omgevingswet, die al 5 jaar op zich laat wachten. Ja, het is jammer dat Nederland zo ver achterloopt nou eigenlijk. Want eigenlijk was Nederland was eigenlijk de cannabisland van de wereld. En daar kwam iedereen naartoe. En nu zie je toch wel dat we een flinke achterstand hebben op landen zoals Amerika en zelfs Thailand. Ongekend eigenlijk dat we daarin zijn ingehaald. En waar je ook pas natuurlijk een hele grote brand hier vlakbij, een grote varkensschuur in de fik. De eerste associatie die iedereen heeft, daar zal wel illegale praktijken plaatsvinden, want dat gebeurt allemaal in het buitengebied. Daar hoor je van echt van iedereen. Dat is wel heel bijzonder, dat had ik nog niet gehoord, maar op zich... Ja, maar je hebt een grote afgelegen schuur. Ja. Die staan in Nederland natuurlijk helemaal vol. Dat is of boven of onder de grond. Maar ik bedoel, daar wordt niet zoveel hier in het centrum. Als het zou legaliseren. Ik neem aan dat ze hier niet aan het graven zijn op zoek naar kwekerijen. Nee. Maar ik bedoel, dat is in Nederland ontzettend slecht geregeld. En dat was al de situatie toen wij een jaar of 20 waren. En inmiddels, Jeroen, volgens mij tik jij al de 40 aan. Als ik de klok... Bedankt. Ja, ik probeerde elke keer toch even weer te noemen. Ik ben namelijk nog lang geen 40. dat gaat in oktober plaatsvinden. Maar dat is ongekend eigenlijk dat wij op die manier zijn ingehaald in wet en regelgeving. Dat we een overheid hebben die daar stagneert en eigenlijk stimuleert om die illegale praktijken. Want dat krijgt onveilige situaties. De arbeid is niet geregeld. Het is slecht geregeld voor de mensen die erin zitten. Het is veel gevaar, het is veel geweld. Als je in Canada bijvoorbeeld kijkt, er zijn voetbalvelden vol en dat is allemaal legaal. Hè? Dat ziet er allemaal hartstikke top uit. Amerika precies hetzelfde. Ja. En gecontroleerd. Hè? Dus als je kijkt van ook de gevolgen van het illegaal kweken, is dat er slechte spullen worden gebruikt. Daardoor heb je allerlei gevolgen ook qua psyche en noem maar op. Terwijl als dat in een gecontroleerde omgeving wordt gekweekt, is dat een veel veiligere situatie. Krijgen jullie een bepaalde tegenwerking in alles wat jullie doen? Hoe bedoel je precies? Ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ook mensen, als er in Thailand bijvoorbeeld zijn winkel wordt geopend, zijn dan ook groepen die daar niet mee eens zijn? Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk... En hoe merken jullie dat? Je hebt verschillende politieke partijen natuurlijk ook in Thailand. En toen cannabis gelegaliseerd werd in Thailand, een week daarna was er een foto in het nieuws gekomen dat er kinderen een jointje zaten te roken op straat. Ik hoor in de wandelgangen is dat de politieke partij die helemaal tegen cannabis is, die foto heeft in scène heeft gezet om zo toch... het cannabis naar beneden te halen, zal ik maar zeggen. Dus, maar anderzijds denk ik dat ze zo'n foto ook wel zouden kunnen maken. Ik denk als je daar naar op zoek gaat, dat je zo'n foto wel maken. Ja, dus, ik kan me voorstellen dat jullie daar ook wel mensen voor nodig hebben die jullie daar qua beeldvorming jullie juist weer op een goede plek neerzetten. Of hoe heb je daar mensen voor of doen jullie dat gewoon zelf? Ja, bijvoorbeeld in Thailand, daar werken wij samen met Boeha. Dat is dan de vrouw van Lex, hij is advocaat. Die doet heel veel lobbyen. Die spreekt met heel veel mensen van de overheid. Om te kijken hoe we het cannabis-stigma een stukje beter kunnen maken. En dat het toch iets beter in het daglicht wordt gezet. Dus we proberen daar ook te denken van hoe kunnen wij de arme Thai betrekken bij ons bedrijf. Dat die ook er een... iets van geld van kan verdienen in ieder geval. Ja, want voorlopig zal er stigma... dat is er al heel lang. Hè? Jouw pa die vecht er natuurlijk al lang tegen, zolang hij al bezig is. Ja. Maar het wordt wel gelukkig wel beter met de jaren, hoor. Want het komt steeds meer in het nieuws. Vroeger, als ik ergens kwam, durfde ik eigenlijk niet echt te zeggen wat voor werk ik deed. Ja. En nu durf ik het toch wel gewoon open te zeggen. Want ik ben er ook gewoon trots op, weet je wel. Ik ben gewoon trots op wat ik zelf doe. En je moet... Ik vind dat ik dat gerust open en bloot kan zeggen. Maar heel vaak als je ergens komt op een verjaardag en je zegt van... ik verkoop wietzaadjes, dan denken mensen toch wel vaak van... dat is crimineel, dat is maffia. Ja. Dus, maar dat is natuurlijk de weerslag van een generatie hoe... Ja, en hoe het in Nederland ook geregeld is. Ja. Want dat is natuurlijk ook... Jullie zijn erin echt een uitzondering. En daarmee ook een mooi voorbeeld ook wel. Ja, dus nu durf ik gewoon open en bloot gewoon overal te zeggen dat ik in de cannabiszaadjes zit. Ja. En dat komt ook mede dat er in heel veel landen wordt gelegaliseerd en dat er over gesproken wordt. Dat er in ieder geval positiever in het nieuws over gesproken wordt, ja. En jij bent ook jonge vader? Klopt, ja. Twee kindjes heb ik. Ik ben een hele trotse vader van Chloe en Loa. Dus,
Waar liggen dan jouw grootste uitdagingen als je zo probeert te managen? Want ik hoor jou zeggen, ik heb verschillende bedrijven. We hebben een initiatief in Thailand, net terug uit Spanje. Daar wordt ook nog het een en ander... Ja, het is heel lastig te managen. En dat merk ik nou de laatste tijd ook wel. Van ja, we zijn in Thailand bezig, we zijn in Amerika bezig, in Zuid-Afrika bezig, in Europa dan bezig. Het zijn allemaal verschillende tijdzones. Dus ja, heel vaak kom je thuis van het werk en dan moet je 's avonds nog steeds bellen, mailen, video bellen... Ja, dus dat maakt het best wel pittig. Heel veel reizen naar beurzen, klanten bezoeken. Ja, als je iets opnieuw moet opzetten, dan moet je er natuurlijk ook bij zijn. Dus dat heeft best wel een impact op het privéleven natuurlijk. En ja, dat is wel lastig om daar een goede weg in te vinden. Daar ben ik nog steeds een beetje mee aan het struggelen. Dus mijn vrouw is er ook niet altijd heel blij mee. Dus, maar het is wel pittig om er allemaal in goede banen te blijven leiden. Maar, ja, dat is misschien dan ook wel weer de grootste uitdaging dan weer. Hè? Ik wil zeggen... Ja, je kunt alles wat ik hoor, wat je vertelt, is natuurlijk een prachtige uitdaging, maar dat is wel een hele grote. Ja, zeker. Want ja, toch het allerbelangrijkste in mijn leven zijn is mijn gezin, zal ik maar zeggen. Dus, en kan je die dan op een bepaalde manier betrekken in wat je doet? Kan je die we zijn laatst dan 8 weken naar Amerika geweest om daar het bedrijf op te zetten. Zijn we heel het gezin heen geweest. Dat was echt super mooi. En zoiets vergeet je nooit meer. Dus dan heb je ook wel de kans om wat dingen te zien daar en wat dingen te doen. En dus dat zijn super mooie dingen. Maar heel vaak moet ik gewoon af en toe tripjes in mijn eentje doen. En dan ben ik gewoon weg van ze. En als ik dan thuis ben, dan gaat het werk ook gewoon door. 'S avonds, 's ochtends, 's middags, in het weekend. En maar dat komt wel goed. En daarnaast probeer ik dan ook wel ooit door de week gewoon een middagje vrij te nemen om lekker iets leuks te sowieso doen met de kids. Leuk om te doen, hè? Ja, zeker. Heel fijn ook. Dan Jing, ik wou, waar jij dus mee in het FD kwam, hè? Ik zei net de verkeerde krant, maar in de FD kwam als vooral over de regeneratie ook van borstweefsel. Dat heeft ook nogal teweeg gebracht ook in de media. Dus, kun je daar eens iets over vertellen? Wat jullie daar precies mee willen bereiken? Ja, even een stapje terug. In ons onderzoeksgroep ontwikkelen wij dus biomaterialen. En je moet het zien als een soort van bouwsteiger die je eigenlijk het lichaam geeft om de cellen gezond uit te laten groeien in die vorm, in die richting, met de juiste structuren. Dus daar zijn we al best wel ver. En toen zijn er een aantal artsen naar ons toegekomen met... wij lopen tegen een probleem aan. Dat bij borstkankerpatiënten zijn er steeds meer vrouwen die eigenlijk voor lichaams-eigen reconstructie kiezen. Alleen als ze daarvoor kiezen, de getransplanteerde vetcellen gaan eigenlijk 50-60% sterft af. Okay. Nou ja, op zich dachten wij, dat is niet gek. Want je kunt niet zomaar cellen eigenlijk heel ruig ergens weghalen, wegverwijderen en dan ergens anders implanteren. Want we weten uit onderzoeksgroep dat als je een weefsel wil groeien, heb je dus cellen en eigenlijk een kort door de bocht een matrix nodig. Om dan weefsel te kunnen bouwen. Ja, en dat is wat wij dus het lichaam aanbieden. Dus we hebben materiaal die je dus eigenlijk mee kunt implanteren. En over de tijd breekt het af. Dus dan hou je lichaams eigen weefsel over. Dus die geeft tijdelijk ondersteuning. Kunt een beetje vergelijken als hechtingsdraad. Ja. En op die manier geef je eigenlijk de lichaam een soort van bouwstellage. Kunnen de cellen uitgroeien en dan behoudt het. Dus dan sterven de cellen ook niet af. En daar weten we de juiste componenten in te bouwen om dat effect eigenlijk te creëren. En is dat dan ook nog bloedgroep afhankelijk? Of zijn er nog een aantal parameters die nog meetellen? Of is het gewoon voor iedereen toepasbaar? Dus het is eigenlijk een universeel materiaal. Dus net als een hechtingsdraad, dan kijk je ook niet per se naar bloedgroep A, kan niet. Dus ja, het is een universeel materiaal. Dat implanteer je, breekt af. Nou, je moet het... wat we dus bijvoorbeeld wel kijken is... net als een bot heeft een heel andere stijfheid dan een borstweefsel. Ja. Dus je kijkt wel naar stijfheid. Cellen voelen stijfheden bijvoorbeeld. Maar ook andere componenten. Dus een botcel heeft hele andere signalen nodig om te groeien. Om gezond te blijven. Dan bijvoorbeeld onze levercellen of onze vetcellen. Dus daar kijken we in en daar variëren we in. Dat zijn de componenten. En er wordt ook best wel veel geëxperimenteerd met orgaanprinting en zeg maar het kweken van. Hoe kijk jij dan? Want jij zit daar middenin. Ik zie het alleen maar van de zijlijn. Ik vind dat geweldig interessant. Want ik denk ook echt, als je kijkt naar een stukje voeding,
Maar ook zeg maar naar het, het blijft moeilijk om, ik ben zelf orgaandonor en ook heel bewust. En mijn moeder was het EHBO-punt van Holland. Super trots ook op elke splinter die zij. Maar ik heb er wel erg meegekregen, zeg maar, dat je, nu hangt er ook zo'n AED. Ding. Ja, ik zag die hangen. Ja, maar heeft ze ook wel hard voor de beste. Ik zag die hangen. Ja, maar dat zijn superbelangrijke dingen. Er zijn mensen die zijn echt nog in. Dat is maar een hele kleine groep die zich daar hard voor maakt. Het kost mega veel tijd om dat allemaal bij elke sportvereniging voor elkaar te krijgen. En om op die manier levens te redden. Jij bent op die manier ook bezig om levens te redden. Hoe kijk jij dan naar die tak, zeg maar, van sport? Want dat is een soort van biomedisch. Ja, hoe nu technologie. Ja, het is best wel een hot topic op dit moment, omdat we zo ver zijn met technologie. Het heet ook regeneratieve geneeskunde. Dus je moet het een beetje vergelijken als een hagedis, een staartje. Ja, kwijtraakt, dan groeit er binnen anderhalf maand weer een nieuw staartje uit. Nou, waarom kunnen wij dat niet als mens? Waarom kunnen wij bij de geboorte in de buik wel armen en benen groeien? Stel dat het dan, als je ziek wordt, geamputeerd, dan groeit er geen nieuwe meer uit. Nou, hoe kunnen wij daarin ons onderzoek doorzetten, zodat we bijvoorbeeld ook met organen, dus we focussen ons echt op zacht weefsel. Ja. In ons onderzoeksgroep doen we al onderzoeken naar bijvoorbeeld kweken van lever, hart, spiercellen, nieren, stukjes darmen, huid, dus verschillende type weefsels al. En zo proberen we eigenlijk kennis op te bouwen met, welke type weefsel heeft wat nodig en op welke manier kunnen we dat sturen en gecontroleerd laten groeien. Oh ja. En op die manier kun je dus eigenlijk, ultieme droom is natuurlijk dat je dan geen orgaandonor meer nodig exact. Hebt, hè? Ja. Dus, maar dat is een hele, hele ver toekomst. Ik weet niet of ik het nog ooit ga meemaken, want we praten dan wel over functionele organen. Dus je kunt wel dezelfde vorm bouwen. Ja, maar dan moet ook hetzelfde werken. Dus dat zijn wel complexe dingen. Want als ik over bijvoorbeeld een lever spreek, dan heb je daar niet één type cel in zitten. Nee. Ja, complexiteit van verschillende type cellen in. Dus het is complex. We zetten er stappen naartoe. Ja. Maar hele grote chapeau hoe duidelijk jij uitlegt, zeg maar, wat je aan het doen bent. Want inderdaad, het is heel complex. Maar het is voor mij in ieder geval heel duidelijk te begrijpen. En ook zie ik wel de toegevoegde waarde. Wat voor soort partijen jij zou mogen kiezen, hè? En je mag ergens aan tafel gezet worden. Wat voor soort partij heb je dan nu nodig, zeg maar, om dit, zeg maar. Je bent het al bezig om het wereldkundig te maken, maar welke partij zou jij, zeg maar, willen spreken? Of heb je nodig, zeg maar, om verder te komen nu? Investeerders. Ja? Ja, ik ben nu bezig met fundraising, want in de medische technologie, dus medtech-wereld waar wij in zitten, spreek je over grote bedragen en een lange adem. Dus je ontwikkelt iets in het laboratorium. Dat moet je valideren onder allerlei ISO-normen. En dan vervolgens ga je in dieren testen. Na dieren komen mensen, de eerste groep patiënten. Na die eerste groep patiënten heb je nog een grotere groep patiënten. En dan vervolgens heb je nog de hele markttoegang. En het is een lange adem. Maar het heeft natuurlijk een hele grote impact wat je daaruit creëert. Maar ook een gigantische markt. Maar goed, het is een hele moeilijke fase als je uit de universiteit komt met technologie, waarvan je al patenten hebt, bescherming, dat kennis. Dat heb je allemaal geregeld. Ja, kennis, je hebt een professor, je hebt een heel medische adviseurs, bedrijfsadviseurs en grote namen heb je aan je hangen. Maar het is nog steeds moeilijk om geld op te halen, want wat een beetje grijs gebied is, wat voor heel veel mensen niet duidelijk is, is dat wij komen niet vanuit een onderzoeksgroep, kom je niet naar een patiënt morgen. Nee. Vanuit onderzoeksgroep krijg je vanuit de overheid bijvoorbeeld geld om onderzoeken te doen. En dat is echt kennis vergaren. Maar als je echt naar een patiënt toe wil werken, dan zit je in productontwikkeling. Ja. En dat moet je in een start-up gaan doen. Want productontwikkeling, daar kun je niet mee publiceren. En dat is wel het doel van academisch onderzoek. Ja. Vanuit een start-up wil je patenten creëren, product ontwikkelen en dat zo snel mogelijk naar een patiënt toe. Dus dat is een hele andere tak van sport. Daarvoor is dus investering nodig en grotere investeerders, VC's die met je langer meegaat, verschillende rondes. Maar ook early stage, mensen die in je geloven, dus angel investors hebben we bijvoorbeeld on board. Dus we hebben het eerste deel van de investering, dus dat is heel mooi. Maar ik heb nog wel meer nodig om hem een lange runway te geven en verder te kunnen. Want ik moet onderzoekers betalen, laboratorium, faciliteiten, grondstoffen moet je betalen, dierstudies moet je betalen, experimenten.
Hoe groot is de omvang, even om een beeld te schetsen van hoeveel mensen zijn er dan betrokken in? In de eerste fase, ja, we hebben dadelijk in juli starten de eerste twee onderzoekers. Dus dat is heel fijn. Zijn we eigenlijk in een team van vier. En dan heb je los daaromheen heb je allemaal adviseurs, hè, in het bedrijf, in marketonderzoek. Zet je dat wereldwijd medisch uit of niet? Ja, je want gaat wereldwijd uitzoeken. Dat het iets is wat eigenlijk wereldwijd natuurlijk speelt. Hè? Dus ja, er zullen meerdere onderzoekers mee bezig zijn en wat belangrijk is om uit te zoeken is ook in een bedrijf, je moet uitzoeken hoe groot is je markt. Dus wereldwijd, welke markt ga je eerst in? Ja. In ons veld heb je dus ook regelgeving. Dus ga je eerst Europa in. Nu hebben we tegenwoordig wat nog moeilijker maakt, is de Medical Device Regulations. Dat is heel lastig om doorheen te krijgen. In Amerika heb je de FDA approval. Dus, welke kant ga je eerst op? Je hebt niet het geld om allebei in te zetten. Dus nee. Ga je eerst de Amerikaanse markt op? Is die groter? Is de cosmetische en medische markt daar groter? Of Europa? Ja, wat doe je? Wat kies je? En dat ligt ook een beetje aan de investeerders die je on board hebt. Wat adviseren zij jou? Welke voorkeur hebben zij? En wat zegt jouw gevoel? Op dit moment ben ik de Amerikaanse markt aan het exploreren. Ook omdat de regelgeving daar iets soepeler gaat. Iets soepeler als in gestroomlijnder. Ja. Want in Europa hebben wij dus voorheen een aantal... Ja, vroeger kon je dus heel makkelijk een medische implantaat, een medical device, de markt op krijgen. Dus dat was ook volgens mij de documentaire dat wat ze voor de grap een sinaasappelmandje, een netje door de medical device eigenlijk hebben gekregen om soort van in een mens te implanteren. Dus dat was helemaal een schandaal omheen, omdat bedrijven te snel een product konden ontwikkelen en dat een mens inging. En dat was heel onveilig. En er zijn een aantal producten dus ook van de markt gehaald. Dus daarom hebben ze dus regulaties dus aangescherpt. Maar dat wil wel zeggen dat bestaande bedrijven scherpe regels hebben gekregen. Dus die moeten allemaal opnieuw door de regelgeving. Ja. Maar nieuwe bedrijven moeten ook producten op de markt brengen. Ja, probeer daar maar tussen te komen. En gemiddelde wachttijd, wat ik heb begrepen, is 18 maanden. Dus heb je product af. Moet je 18 maanden wachten totdat het goed wordt gekeurd. Ja, ready to market, ja. Sommige bedrijven die gaan in een soort van freeze mode. Want ja, je kunt niet je personeel doorbetalen. Nee, als je 18 maanden moet wachten, ontwikkelen. Dan wordt het natuurlijk een groot probleem. Ja. Dus daarom gaan ze kijken we dus ook nu en steeds meer start-up bedrijven ook van gaan we niet de Amerikaanse markt eerst op. FDA approval, dat gaat iets soepeler en dan ga je daar doorheen en dan kom je terug. Europese markt ook. Ja, dus daar zijn wij nog in aan het uitzoeken en onderzoeken. Mooi hoor, ja. Dus het is één groot onderzoek eigenlijk, hè, op alle aspecten die jullie doen. Ja, het is heel interessant, want voor mij, ik heb ook heel veel moeten leren. Ik heb 4 jaar gepromoveerd echt in academische setting. Maar als je dan een medisch product echt in een bedrijf gaat zetten en dat gaat ontwikkelen. Ik wist niet wat er allemaal bij kwam kijken. Ook uitzoeken met hoe het zit met vergoedingssysteem in ons zorgstelsel. Maar niet alleen bij ons. In België werkt het weer anders. In Duitsland werkt het anders. Ja, in iedere deelstaat in Duitsland werkt het anders. En zo moet je voor de hele wereld. Kan misschien in iedere staat werken, weet je wel. Ja. Ga daar maar zo moet je voor iedere. Wat je wel ziet ook aan de kant van Amerika, is dat zij medisch, datatechnisch wel veel beter georganiseerd zijn dan aan de kant van Europa. Dat is zeg maar ook het klantendossier, of eigenlijk het patiëntendossier, zoals het dan heet, is in Amerika veel beter geïntegreerd in de verschillende ziekenhuizen. Als je ergens terechtkomt, kunnen ze veel makkelijker jouw medische informatie aan. Terwijl als jij hier van huisarts wisselt, zelfs binnen Sint-Oederode. En dan moeten ze elkaar wel even bellen, hè? Van, wacht, dat is in Nederland. Is dat die van der Heijden? Is dat die van der Heijden? Heb je nooit een splinter in zijn vinger gehad? Ja, daar moet ik nog wel even over hebben, want volgens mij is dat niet helemaal... Maar dat is ongekend hoe in Nederland door het ontstaande zorgsysteem wat wij hebben, dat ook enorm stagneert in het geven van zorg. En daar zal je als bedrijf zijn ook wel tegenaan. Ook. Maar als ik het zo hoor, hè, dus ook veel wachten, dus echt onderzoeken, zou dit jouw levenswerk kunnen zijn of worden? Of is het dat al? Ja, zeker. Dit is wel waar ik voor heb gestudeerd en echt mijn droom ligt. Echt om een product te ontwikkelen en een hele grote groep patiënten daarmee te kunnen helpen. Ja, hoe gaaf is dat je kunt zeggen, ja, daar heb ik aan bijgedragen. Dat is mijn uitvindingje, zeg maar. Vindingje, dat komt dan bij patiënten terecht. Ik bedoel, ja, hoe ontzettend veel ziektes ontstaan in iedere dag. En ook, ik ben hier verder ingedoken. Ik heb dus... aan hele andere onderzoeken gewerkt tijdens mijn promotie.
Maar ik ben hier ingedoken en eerst dacht ik, ja, borstkankerpatiënten en mensen kunnen dan cosmetisch zien. En ik wil toch echt iets aan medisch werken, echt die hard. Maar dan is het ook, als ik het even goed doorvertaal, is het dan straks ook zo dat stel dat je herstelt van borstkanker, je dan geen implantaten nodig hebt omdat je zelf dat weefsel terug kan kweken? Ja, dus het is, je implanteert het samen met menselijk weefsel en dan moet dat zichzelf daar in leven houden en groeien. En gewoon eigenlijk gezond uitgroeien. Maar dan heb je dus geen traditioneel implantaat meer nodig, bijvoorbeeld. Zo. Het is natuurlijk, het is echt een heel groot probleem eigenlijk. Want 1 op de 7 krijgt borstkanker. Ja, nou ja. Meer dan de helft van deze patiënten die borstkanker krijgen, krijgen een gedeeltelijke of volledige amputatie. Ik ken mensen ook in mijn omgeving die dus gezonde borsten hebben moeten amputeren vanwege borstkanker. En die dan jarenlang kampen met reconstructieproblemen. En er is bijvoorbeeld heel veel geld voor immunotherapie, medicijnen tegen borstkanker. Ja. Dat is super belangrijk, maar wij gaan de komende 50 jaar borstkanker niet uit de wereld helpen. Dat is gewoon, is gewoon zo. Utopie. Alleen, er zijn zo weinig opties voor die patiënten om iets gezonds uit te groeien. En dan moet je echt denken aan patiënten die tussen de 20 en 40 zijn. Ja, maar die kijken. Maar toen ik het van jou las, dacht ik ook van ja, ik heb er nooit eerder volgens mij iets over gelezen wat aan gedaan zou kunnen worden of zo. Hè? Het is ook een onderwerp wat niet snel op tafel komt. Het is ook niet iets wat je heel snel dat bedenkt. Dan doen. Nee. Ik vind het heel knap. Ja, artsen zijn ook naar ons toegekomen met hoe groot het probleem is. En dat ze echt naar een oplossing zoeken. Super mooi. Nou ja, ik volg artificial intelligence op de voet. En zag nu ook dat ze een borstkanker hebben ze met machine learning, zeg maar, hebben ze alle foto's bekeken in Amerika van een bepaald ziekenhuis. En is artificial intelligence in staat om 4 jaar eerder borstkanker vast te stellen dan de human eye. En dat soort technieken, want er zijn veel mensen natuurlijk bang voor artificial intelligence en voor die technieken. Maar als je dan kijkt, als je dat projecteert op de zorg, is dat natuurlijk geweldig. Want je kunt die arts niet kwalijk nemen dat hij zo'n heel klein pixel op zo'n foto niet ziet. Maar de gevolgen van dat niet zien. Ja, dat is menselijk, hè? Dat is heel menselijk. Ja. Maar op het moment dat je dat machine learning op kan toepassen. Als je die categorie al kunt voorkomen. En als je daarna degene waarbij het jou overkomt ook kunt helpen op die manier wat Danjing vertelt. Exact, ik denk ook echt dat het zeg maar eerder vaststellen van is en beter of eigenlijk een eerder stadium behandelen. Dat daar vooral veel mensen. Je hoort superveel mensen hè, die te laat een knobbeltje ontdekten. Ja. En dan sommigen zijn te laat, sommigen zijn gelukkig op tijd bij. Maar ook vaak hoe ontdek je dat? Hoe weet je dat? Je hebt geen referentiekader. Hoe weet je nou dat dat knobbeltje bij jou dan niet goed is? Ja. Heb je bijvoorbeeld ook een telefoontje gehad een keer uit Zuid-Amerika van een wetenschapper die weet dat jij ermee bezig bent en die zegt, kunnen we daar niet samen eens over nadenken? Nee. Nee, ik heb wel door artikel van Linda heb ik dus bijvoorbeeld ook veel berichtjes gekregen van mensen van ik heb al 3 keer terugkerend tumor gehad en ik ben heel blij dat je hieraan werkt. En mensen vergeten de impact daarvan en geeft je wel motivatie dat dit echt belangrijk is, zeg maar. En Jeroen, zouden wij dit niet kunnen koppelen aan de fietstocht? Fietstocht? Ja, we hebben toch heel mooi... We zijn best goed in bruggetjes, maar deze begrijp ik nog niet helemaal. Nee, ik refereer niet naar jouw eigen fietstocht. Maar we hebben natuurlijk hier Jaap gehad ook. Oh ja, die fietstocht, ja. Alp die 6. Ja. Nou, dat is ook alweer bijna. Hè? Dus dan weet ik, moeten Jaap nog eens even over bellen, inderdaad. Jaap is een keer hier geweest, die is bestuurslid van Alp du 6. Dus ongekend, het grootste event eigenlijk, zeg maar, rondom kanker. We hebben een enorm bereik ook. Een enorme fundraising. Dus, volgens mij, als wij... dat is zeker. Dat is misschien wel een mooie link te leggen. Want dat is ook, regelmatig hebben gasten aan tafel waar wij dan de link mee leggen. Maar vaak gebeurt het ook door hunzelf. Maar dit is wel een goede, denk ik. Ja. Nou ja, kijk, als je die Alp du 6, er zijn veel mensen die hem uitfietsen. Ik hoorde, Jeroen, dat jouw fietstocht iets minder goed was. Dat is mijn tweede bruggetje. Want jij hebt natuurlijk hard voorbereid. Dat was zijn hoofdintentie. Ja, inderdaad. Hij zei het al, maar ik vind het mooi dat je hem brengt, inderdaad. Nou ja, ik heb inderdaad de Ronde van Vlaanderen meegedaan. Maar als je mij vraagt, heb je hem uitgefietst, moet ik nee zeggen. Daar baal ik nog steeds van. Boah, dat is pijnlijk. Dat is gebeurd. Ja, na 220 kilometer door de regen gefietst hebben, had ik geen remmen meer. Dus nee, ik scheerde die berg af en ik moest met mijn voeten gaan remmen. Ja, dan is het op een gegeven moment niet meer handig om verder te gaan. Dus toen heb ik gezegd, dan stop ik ermee. Want ik had niet zoveel zin om in een ambulance terug naar Nederland gebracht te worden. Dus toen heb ik moeten stoppen.
Super jammer, man. Ja, dat was wel echt. Ga je wel een tweede poging doen? Ja, zeker. We gaan volgend jaar weer. Hè. Ik moet hem uitfietsen. Ja, mooi. Maar het was echt een geweldige dag en een mooie uitdaging. En ja, zeker. Dat is wel echt al voor herhaling vatbaar, Geer. Dus misschien kun je volgend jaar wel mee. Nou ja, ik loop één keer per jaar de halve marathon. En dat doen we ook met het team van Vindkracht. En afgelopen jaar heb ik hem ongetraind gelopen. Dat is absoluut geen aanrader. Ik geniet er elk jaar van. Maar dit jaar, was het iets minder. Want zoals jij weet, mijn aanstaande was zwanger. En die was niet altijd fit. Dus ik moest regelmatig het hardlopen skippen. Zo vaak dat ik niet één keer had hardgelopen voordat ik ging starten. Dus mijn voorbereiding was veter strikken. En gewoon een keer zo krakken. En zeggen van, nou, kijk wel, ik loop hem sowieso uit. Het werkt natuurlijk wel zo. Je weet gewoon, oké, nu is het gewoon rennen en niet meer stoppen. En niet meer stoppen. Met fietsen. Je weet dat je heel dag moet fietsen. En dan ik werd op een gegeven moment ingehaald door mijn oude baas. Dat is Han Bosman. Ik denk, die man is over de 50. Die haalde mij in en die zei, nou Geertje, ik neem aan dat ik jou zie bij de finish. Dus hij had de hoop al een beetje opgegeven. Dat was voor mij wel echt de motivatie om te zeggen, als dit soort mensen punt 1 mij inhalen en 2 niet geloven hebben dat ik de finish ga halen. Wel een goede naam, Han Bosman. Dat klinkt ook niet als iemand van 25 of zo. Nee, ja. Eens. Ja. Maar dat zijn mooie evenementen. En ik denk ook... Maar even terug te komen op die... want zij zijn natuurlijk alleen maar bezig met fundraising. Als je ziet hoeveel geld ze ophalen, zou dat misschien een mooie kans zeker. Maar ook, ondersteunen. Als ik dan kijk van... je hebt gestudeerd bij de TU. Volgens mij een van de drukste events in Eindhoven is de halve marathon. En volgens mij voor jou ook echt een enorme goede schakel om met hun het gesprek aan te gaan. Want als je daar je zichtbaarheid pakt... En al is het maar op het startnummer of hè, want daar moet wat te regelen zijn met alles wat er medisch gebeurt. Ook zeker wat Philips allemaal doet. Die hebben helemaal de move gemaakt. Volgens mij is het andersom. Dan moet je hen sponsoren en dan moet je betalen. Nee, daar kunnen we dan nog wel een keer koffie over drinken. Maar ik denk wel dat jij op dit moment een springplank zou kunnen zijn. Waarmee je zoveel mensen kan helpen. Dat belang is veel groter dan het commerciële belang van zo'n sportevent. Ja, het is eigenlijk een beetje wat laatst die Thijs Legers teweeg had gebracht met zijn ziekte en zijn overlijden. Zeg, bij Sanquin bloedtransfusies. Ja, dus binnen een paar weken had hij volgens mij ruim 10.000 mensen zover gekregen om ook een transfusie. Maar waar je volgens ziet, dat is een prachtige manier. Ja, natuurlijk is het heel tragisch. Alleen hij krijgt het wel voor elkaar. Maar wat ik heel mooi vond, wat hij voor heeft gekozen, is om de media op te zoeken en zich kwetsbaar op te stellen. Dat is eigenlijk ook hetzelfde wat jij. Je doet een heel legitiem en goed verhaal, denk ik. En wij zien je volgens doen heel het voetbalstadion. Ik heb 2 seizoenkaarten bij PSV en ga zeer regelmatig kijken. En vervolgens, het eerste wat er gedaan wordt een supergroot spandoek uitgerold. Van, Thijs, we staan achter jou. Ja. En we hebben ons aangemeld. Kippenvel. Ja. Dat is echt kippenvel. Dat je op het moment, iedereen hoopt natuurlijk gezond te blijven. Als je op een goede manier met voeding en sport bezig bent, moet je nog steeds geluk hebben dat je gezond bent. Ja, maar er worden dadelijk uiteindelijk, en dat is het mooiste, natuurlijk zoveel mensen ermee geholpen. Ze komen nog heel veel donoren tekort, maar uiteindelijk... zijn er nu al misschien al voorbeelden van mensen die daardoor geholpen worden. Ja, maar in deze periode hadden ze net zoveel aanmeldingen gehad, geloof ik, als het jaar ervoor. Ja. Dus zijn oproep, als je dan kijkt, als je het over impact maken hebt, wat jij ook kan doen. Ja, dat is ook vooral, denk ik, een hele mooie kans. Die hele mooie doelen die jij ook hebt, inderdaad. Ik ben ook nog even benieuwd naar Shai, jouw doelen. Is het ook jouw levenswerk, denk jij? Of komen er nog zoveel dingen op je pad? misschien dat je over 20 jaar misschien iets anders doet? Nou ja, ik heb toevallig, vorige week waren we in Spanje. En hebben we daar een hele mooie finca gekocht, een mooi landgoed. En daar gaan we een bed and breakfast beginnen, waar we ook events gaan houden, zoals trouwerijen, bedrijfsweken, weekenden, yoga retreats, noem maar op. Oh. Dus high level trouwen. Dus, ja, ontzettend mooi. Ik zal wel een keer wat foto's en filmpjes doorsturen. Dus daar gaan we nou naartoe werken. En de planning is dat we per 1 september dat we daarheen gaan verhuizen. Dus, dan ga je definitief daar zitten? Ja, we gaan definitief verhuizen daar. Ja. En wie gaat daar de toko runnen? Mevrouw Amy. Dus, dat is ons volgende doel in ieder geval. Super, dus je hebt al een volgende doel. Wat vragen. Eigenlijk is daar wel een heel mooi antwoord. Want dan de kids gaan mee. Ja. Dus dan is daar misschien ook wel een hele mooie volgende stap. Daarom doen we het ook een beetje. Dus dat ik wat meer tijd voor de kids heb en voor Amy. En, heel mooi, toch? Er zitten hier 2 mensen aan tafel die wel een duidelijk doel op zich hebben. Dat is toch hartstikke mooi. Ja, en over doelen gesproken. We hebben precies een uur volgemaakt, wat weer voorbij is gevlogen, Jeroen.
Ja, nou, dus ik had van deze keer wel mijn tegenstellingen mee. Ja, maar geweldig. Nu lijkt je echt... er een beetje overheen te praten, Geert. Maar nee, maar ik vind jouw voorbereiding wederom geweldig, ja. Jeroen. Echt chapeau. Het laat ik wel eens ooit wensen over, maar ja, nu maar in goed, dit geval... Ik ben lang blij dat jij je SD-kaartje gevonden had straks, hè? Want anders hadden we een groot probleem gehad. Nou ja, kijk, er zijn een paar dingen belangrijk voor de podcast. Er zijn microfoons, kabels, een podcast set en een voorbereiding van Jeroen. Ja, nee, en één van de drie wil wel eens ontbreken. Uiteindelijk komen we. We hebben wat tegenstellingen opgeschreven. En het is wel leuk om daar even kort op te antwoorden. En soms vragen we naar een toelichting, soms niet. Meestal niet. Ik begreep dat we aan over het uur zitten. Dus, Nee, maar laten we dit vooral even afronden. We hebben een aantal stellingen en je kiest eigenlijk gewoon je voorkeur. Waarbij... Ik neem aan dat jij bij Shai begint. Hè? Ik begin bij Shai, ja. Nou, de vraag, online of offline? Goeie vraag. Doe toch maar offline. Ja, omdat gewoon af en toe de drukte te ontspringen. Ja, precies. Ja, dan ben ik wel meer relaxed en even weg van alles. En focus op de kids. Dat vind ik wel het lekkerste. Nice. Ja, ik heb de volgende, maar die hebben we eigenlijk al besproken. Hè? Gezin of werk. Ja, gezin. Ja. Sowieso. Sporten of Netflixen? Sporten. Sint-Oederode of Meijerijstad? Sint-Oederode. Of Spanje. Ik moet er even achter zetten. Doe maar Sint-Oederode. Okay. Natuur of stad? Natuur. Ja, bij toelichten. Ja, ik hou gewoon. Ja, ik heb toen een anderhalf jaar in Barcelona gewoond en midden in de stad. En ik kan toch niet zo goed tegen al die hectiek en drukte. Ik vind het wel gewoon lekker om lekker in de natuur een beetje hard te lopen, fietsen. Lekker tot rust te komen in ieder geval. Yes. Mooi. Thailand of het Nederlandse / Spaanse strand? Doe maar het Spaanse strand dan. En mooi dat je dan dadelijk af en toe nog naar Thailand toe kunt gaan om zeker, te kijken hoe het gaat en op andere plekken. Huh? Ja, Thailand, mooi land, maar niet om te wonen of te lang te zijn voor mij in ieder geval. Okay. Dus, helder. Dan gaan we over naar de dame in ons gezelschap. Dorp of stad? Stad. En dan Eindhoven? Nee, niet per se. Ik hou wel van een beetje reuring, drukte, alles om je heen en dat je nog... altijd events hebt of dingen te doen. Welke stad denk je nu dan aan? Niet echt per se een voorkeur. Ik heb zelf een tijdje in Londen gewoond. Dat vond ik ook heel leuk. Dus gewoon 24/7 gewoon aan. Ja. Wetenschap of ontwerpen? Ja, allebei. Je hebt ook wel een beetje ontwerpen nodig voor wetenschap. En is het ontwerpen ook om tot rust te komen van je dagelijkse werkzaamheden? Nou, niet per se, maar als je een experiment ontwerpt, een oplossing bedenkt, dan moet je toch wel een beetje ontwerpen. Dus dat zit, denk ik, in mijn dagelijks leven. Oké. Okay. Yeah. Carnaval of skiën? Ja, als ik kon skiën, misschien skiën, maar kan ik helaas niet, dus carnaval. Gewoon verkleed met carnaval. Ja. Toen was ik aan het tegenkomen als kroketten. Oh ja, dat is wel mooi inderdaad, ja. Ja. Ik was verkleed als Kees Kroket, want ik ben bijnaam is Kees, dus ik doe ieder jaar iets met Kees. Dus ik ben al van alles geweest. En toen was ik kroket. En toen stond ik, ik had een andere versie dan Jing, moet ik zeggen. Maar voor mijn gevoel stond ik daar als een loenzende kroket. Een loenzende... iets te veel gedronken kroket tegen de muur te hangen. En toen zei Dan Jing tegen een vriendin vanavond, was dat voor een dooie frikandel? Maar dat bleek een kroket te zijn. Je had een andere versie, hè? Ja, het woord dooie was weg. En ik zei direct tegen jou, ben jij nou verkleed? Ben jij een frikandel of zo? Oh ja, toen zei ik, nee, ik ben kroket. Ja. Had je wel goed verhaal. Nee, jouw versie is spannend, dat is leuk. Zij weet het beter dan... Had je mooie kroketje uit de muur kunnen trekken. Ja, precies. Vrienden of werken? Ja, wel mijn vrienden. Die zijn hier als grootste supporter. Ja. Ja, er zijn inderdaad veel mensen binnen. Dat moet je misschien vaker op woensdag doen. Zeker. Ja, ik had het wat dat betreft niet verwacht. Nee. Podcast of lezen? Ja, allebei te weinig. Maar wel podcast als ik in de auto zit. Nice. Ik maak ondertussen even een foto van ons publiek. Want dan stel ik de laatste vraag. Toen, nu of later? Ja, nu. Nice. Ja. Ja, Jeroen, mooi dat jij de laatste kiekjes ook vastlegt. Ik denk dat we ook normaal gesproken zouden we lekker het weekend in fietsen. Maar nou fietsen we gewoon lekker de woensdagavond in. Ik ga zo met de kids in bad de kids even voorlezen. En genieten van wat er thuis allemaal weer gepasseerd heeft. Ik vond het echt super interessant. Ik vond het echt geweldig dat jullie hier wilden komen. Want wij hadden jullie echt op onze lijst staan om een keer geweldig bij ons te hebben in de uitzending.
En ik denk dat heel veel mensen ook geïnspireerd zullen gaan luisteren. Daar ben ik 100% van. Ja, het is echt, het is een en al passie. Hou daar vast. En, Nou, wie weet zit we hier over een tijdje weer met jullie. Hè? Nou, allerlei nieuwe avonturen. Of we komen naar Spanje en we nemen hem op jouw land. Ja, dat is helemaal leuk. Meer dan welkom. Ja, daar ga ik ook mee, hoor. Ja, wij horen, daar zijn een paar regelmatig gezinnen, zeg maar. Hè, faciliteerd met vliegtickets. Dan gaan we daar lekker naartoe. Nee, maar in ieder geval hartstikke bedankt. Jullie ook super bedankt. Dan gaan we ervan genieten en sluiten we hem lekker af. Iedereen een hele fijne avond. Wijnald, bedankt voor de gastvrijheid trouwens. Hier. Zeker. En het prachtige café hier aan de Dommeltjet, mooie markt. Heeft goed gezorgd. We hebben lekker gedronken. Het was volle bak. Ook iedereen danken voor de komst. En graag tot de volgende. Dit is de Bron Podcast. Ja, de podcast van de Rooi. Ja, dat is zo voorbij, hè? Luister. Ja, iedereen mag praten wat je wil.